Anton de Kom Universiteit heeft zaterdag het 20-jarig bestaan van de studierichting bedrijfskunde gevierd. Tijdens de viering werd de masteropleiding bedrijfskunde gelanceerd. De viering van het vierde lustrum vond plaats in het IGSR staatsoliegebouw. De opleiding bedrijfskunde is in november 1997 van start gegaan. Het heeft als uitgangspunt het op professionele wijze opleiden en begeleiden van wetenschappelijk kader ter versterking van het management in organisaties en bedrijven in Suriname. De universiteit is van mening dat praktijkproblemen van organisaties en bedrijven vanuit verschillende wetenschappelijke inzichten worden geanalyseerd, waarbij een multi- en interdisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Directeur Maurus Roemer van Self Reliance heeft zelf ook bedrijfskunde gestudeerd en ondersteunt de studierichting op de universiteit. Hij zegt dat het belangrijk is dat de opleiding de student klaarstoomt voor de maatschappij. De vraag die je dus zou kunnen stellen is de opleiding in staat om een bedrijfskundige op academisch niveau op te leveren die de noodzakelijke interne en externe oriëntatie kan waarmaken op basis van de ingrediënten die in het curriculum zijn opgenomen. Het curriculum van de studierichting bedrijfskunde, dat is vandaag dus geen discussie voor deze avond, maar uiteraard, ik kom er zo meteen wel op terug, want waar het dus wel om gaat, is dat je die ambities die in het beroepsprofiel zijn, wel moet gaan waarmaken in de opleiding zelf. En als een student is afgestudeerd, dan is het bedrijfsleven blij dat ze meteen een student krijgen. Een afgestudeerde, geen student meer uiteraard, of werkende, het maakt niet uit, die inderdaad in staat is een aantal dingen te doen, zeg ik. En die dingen die je moet doen, ik hoor begrippen van vaardigheden, competenties. Nou, ik ga vanavond ook niet ingaan op al die definities daarover en de hele waslijst wat er intussen allemaal is op dit gebied. Maar ik wil wel twee belangrijke aspecten nader bespreken die in de opleiding, in de oriëntatie, in ieder geval aan de orde moeten zijn. Self Reliance-directeur Maurus Roemer. Hij sprak zaterdagavond bij de viering van het 20-jarig bestaan van de studierichting bedrijfskunde van de Anton de Kom Universiteit.